Hoi allemaal, het is vandaag weer tijd voor mijn favoriete producten van de afgelopen maand. Van mei, toch? Mei? Ja, mei. ik weet niet of mijn stem aan de hand is, we zijn toch heel normaal. Nou goed, maakt niet uit. Ik heb weer een aantal favorieten, niet superveel, maar in ieder geval een heel aantal budgetproducten. Dus dat is altijd fijn. Laten we beginnen met... ik denk wel een van mijn leukste ontdekkingen van de afgelopen maand. En dat is het Catrice Allround Contouring Palet. En dit is een paletje. Je zag het er voorbij komen. Ik heb laatst een look gemaakt. Een totale look voor 20 euro. Dus alleen maar budgetproducten. En daar zat onder andere dit paletje in. En het is echt een heel fijn paletje met een highlighter. Het zijn allemaal crème producten. Een highlighter. Lichte en twee donkere kleuren om mee te contouren. Wat ik eigenlijk doe is, ik gebruik de highlighter op de plekken waar highlighter nodig is. Dan gebruik ik de donkere, heb ik in de look bijvoorbeeld gebruikt, gewoon als concealer. De lichtere, en die heeft ook wat roze ondertoon, heb ik onder mijn ogen gebruikt in een driehoek. Nu trouwens heb ik die wel gebruikt, deze niet. En dan heb je een warme en een koele bruine tint. En de warme gebruik ik meer op de plekken waar de zon, zeg maar, gewoon een beetje, langs de rand hier, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar om te contouren gebruik ik dan de koele kleur en die gebruik ik bijvoorbeeld hier. Die heb ik nu ook gebruikt en ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Er zit ook nog andere overheen trouwens. Maar het effect is echt super natuurlijk. Je ziet het echt, je ziet het gewoon niet. Het gaat heel makkelijk je huid in. Het werkt super snel en ik vind het gewoon echt een heel fijn paletje. Ik gebruik wel echt deze kleur, dus zeg maar de koele donkere kleur, maar gebruik ik het meest, want die kan je gewoon lekker mee contouren. Dus ik zou het leuk vinden als daar gewoon nog een keer een apart potje van kwam. Maar het is gewoon een heel fijn paletje en ook de lichte kleur voor onder de oog vind ik echt top. Die bedekt verder niets, dus ik doe er dan een concealer wel onder, maar om het zeg maar extra op te lichten maak ik dan die driehoeken, daar dep ik het dan al zo overheen. Ik vind hem heel fijn. Een ander product wat ik in die look ook gebruikte, die budget look, is deze. Dit is het de Catrice Illuminating Blush in Coral Me Maybe. Sowieso vind ik hem er heel mooi uitzien. En het is een hele mooie, zoals de naam al doet vermoeden, koraalkleur. Ik weet niet of die helemaal overkomt zo. Ik weet niet dat je hem goed kan zien. En het is gewoon echt een hele, hele frisse kleur voor de zomer. Gewoon, zeker als je gewoon een lekker kleurtje hebt. Hij heeft echt, ook al zie je het misschien nu niet heel goed, hij heeft echt behoorlijk pigment. Dat zie je ook al als ik hem in de video opdoe, denk ik echt, wow. Echt een hele fijne blush. Hij heeft een subtiel glansje, niet te overdreven. Gewoon een hele fijne, lekkere budget blush. Ik vind hem heel leuk. Het laatste product uit die look... is deze. Dit is de Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara. Ik heb hem nu ook op. En zoals je ziet heb ik gewoon mooie, volle gesepareerde wimpers. Dat volle, dat heeft echt wel even tijd nodig. Dan moet je echt wel behoorlijk wat laagjes aanbrengen. Dit zijn denk ik 2 of 3 laagjes, maar je moet even lekker smeren. Maar sowieso, hij defineert echt super mooi en hij maakt ze echt wel lang. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele fijne mascara. Het is echt niet mijn lievelingsmascara, maar het is wel degene die ik het meest gebruik de afgelopen maand. En het is wel echt een van mijn budgetfavorieten. Zeg maar echt de budget. Ik heb eigenlijk bijna altijd mascara's van Maybelline. Hij overtreft niet mijn Lash Sensational. Hij heeft er wel wat van weg. Hij heeft ook wat weg van de Clump Defy van Max Factor. Maar het is deze. Hij heeft dus een siliconen borsteltje met een kleine ronding. Maar wat ik al zei... Hij separeert je wimpers heel mooi en geeft gewoon een hele mooie... ik snap wel wat ze bedoelen met false lashes. Het zijn dan wel subtiele, dunne lashes en ik hou net van iets dikker. Dat is eigenlijk het enige wat ik niet... het kost me iets te veel tijd zeg maar, om dit effect te bereiken. Maar het is juist eentje die ook heel fijn is als je bijvoorbeeld net met mascara begint. Maar ook als je gewoon houdt van een subtielere look. Maar je kunt hem dus zeker opbouwen tot dit. En ik gebruik hem laatst vaak. Ik vind het ook een hele fijne verpakking. Hij ligt me een van de reden fijn in de hand. Ik vind het borsteltje heel fijn. Hij klontert niet. Het is gewoon een fijne, echt wel een fijne mascara. Vandaar dat hij zeker wel een plekje in mijn favoriet van deze maand verdient.
Nog een budgetontdekking van deze maand is dit face palet van de H&M. Dit was een beetje een gokje. Ik was bij de H&M en ik was naar de make-up aan het kijken. En daar zag ik van alles wat ik wilde. Maar ik dacht, oké, Karine, hou je in. Maar toen stond ik bij de kassa en daar gaat het natuurlijk altijd mis. En daar zag ik dit palet. En toen dacht ik, hoe leuk is dit? Ook, zeg maar, voor mij op reis. Ik heb een aantal van dit soort setjes. Dus met een blush, een highlighter en een bronzer. Maar ik vond dit wel als, zeg maar, echt een makkelijk verkrijgbare budget variant, zeg maar, vond ik deze. Ik heb er ook met eentje van Catrice in mijn hand gestaan een tijdje geleden. Maar ik weet niet, ik vond deze wel heel mooi uitzien. En ik ben er ook heel blij mee. Ik heb de ik heb nu alles op. De bronzer. Ik heb dus de bronzer eigenlijk over die contour crème van Catrice gedaan. En verder gewoon een beetje zo voep. De highlighter heb ik als highlighter op. En ook de blush heb ik op. En even kijken of ik er een beetje... Ik heb natuurlijk al een beetje een andere blush op. Dit is de blush. En dit is de highlighter. En dit is de bronzer. Ik ga even laten zien op mijn hand. Nou, het wordt een groot zooitje op mijn hand. Hier zie je een klein beetje de bronzer. Hier zie je de blush. Behoorlijk gepigmenteerd. En hier is ergens tussendoor nog. Waar zit die? Hier kan je hem zien. De highlighter. Ja, dus dat. Die heb ik nu allemaal op mijn gezicht zitten. En ik ben echt aangenaam verrast door dit paletje. Ik weet eigenlijk de prijs niet meer. Maar het is, nou ja, goed. Het is gewoon H&M make-up. Dus het is geen dure. Het is ook een mooi plat, maar wel stevig doosje. Het is natuurlijk wel plastic, maar het is wel een mooi. Ik vind ook de opdruk wel leuk. Dus ja, ik vind het echt wel een aanrader. Ik was hier eigenlijk wel erg blij mee. De bronzer is wel wat. Hij had van mij net iets anders qua tint mogen zijn. Maar ik denk wel dat er de eentje is waar veel mensen mee wegkomen. Hij is namelijk niet te oranje. Hij is wel richting het oranje. Hij zit er een beetje tegenaan. Maar het is echt wel, je komt er gewoon prima mee weg als contour en als bronzer. Dan deze twijfelde ik of ik die de vorige keer al in heb gedaan. Dit is de L'Oréal Le Blush in 165 Rosy Cheeks. En deze ruikt naar aardbei of zo. En ik vind dit ook een hele mooie blush. Deze is echt wat roziger. Ik kom er niet heel goed over. Maar dit is een wat roziger met een hele mooie glans. En deze pak ik ook heel vaak. En ik ben eigenlijk, heb ik de afgelopen maand vooral deze drie gebruikt. Ik ben echt dol op blush. Maar deze kan zijn dat ik die vorige keer al heb genoemd. Maar ik wist het niet meer zeker. Dus ik denk zeker voor het onzeker. Ik noem hem nog een keer. Maar daarom even kort. Deze. Dit is het Urban Decay Glide On Eye Pencil 24 Hour. En dit zijn potloden die niet heel goedkoop zijn. Ik geloof iets van 20, 22 euro. Maar deze is eigenlijk twee voor de prijs van één. Want dit is aan de ene kant een bruine en aan de andere kant een zwarte. Dit is degene die hoort bij het Naked palet. Je hebt er ook een die hoort bij het Naked 2 en het Naked 3 palet. Ik kon natuurlijk niet kiezen, maar ik ben uiteindelijk voor de basis gaan namelijk een zwarte en een bruine. Het zijn echt hele mooie, super gepigmenteerde, crèmekleurige, of zeg maar crèmige oogschaduwpotloden. En het is echt, deze zitten ook als een huis. Brengen heel makkelijk aan en ik hou gewoon van dit soort dingen. Ik gebruik hem ook graag in mijn waterlijn. Je hebt tegenwoordig ook speciale voor de waterlijn. Ik weet niet wat er nou zo anders aan is, maar ik vind het echt hele fijne potlood en ik vind het zo leuk dat je er nu gewoon twee hebt. En natuurlijk zijn ze dan kleiner dan een, hè, want je hebt dan zo'n stukje zwart en zo'n stukje. Maar ja, laten we wel weten hoe lang doe je met zoiets en eeuwigheid. En dan kreeg ik een tijdje geleden ook een opmerking onder een van mijn favoriete video's. Waarin even jullie vroeg van joh, laat ook eens huidproducten of shampoos of dat soort dingen zien. Dat vind ik op zich een hele goede vraag. Het is ook niet dat ik ze nooit laat zien. Het is alleen dat ik daar niet heel veel in wissel. En als ik al wissel, dat ik het geen favoriet vind. Dus vandaar dat je ze niet zo heel vaak voorbij ziet komen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een andere make-up remover, maar die vind ik dan niet zo fijn als mijn favoriet. Het moet wel een beetje natuurlijk een favoriet zijn. Anders dan, ja, zoals zeg maar, deze mascara is misschien niet mijn
jaarfavoriet. Maar ik heb hem heel veel gebruikt de afgelopen maand. En met plezier. Niet zo van, het is omdat hij op moet, zeg maar. Hè? Dus dat is een beetje... Het moet toch een soort van... Ja, het zijn voor je favorieten. Anders dan heet het wel mijn gebruikte producten. In mijn opgemaakt zie je natuurlijk veel meer wat ik ook opmaak. En dan zal ik ook wel zeggen of ik het wel of niks vind. Wel of niet iets vind. En daar zie je ook wel vaak dezelfde shampoo bijvoorbeeld voorbij komen. Omdat dat nou eenmaal mijn favoriete shampoo is. En ik wissel wel eens, maar vaak valt het dan toch weer tegen. Maar goed, ik heb er nu wel weer eentje. En dit is een gezichtscreme. Dit is de Weleda Amandelgevoelige Huidverzachtende Gezichtscreme. Voor overdag gebruik ik nu al een hele tijd de Olaas 7 tekenen. Nou, in ieder geval iets met 7. 7 in 1 dagcreme. De parfumvrije variant. Ik weet niet waarom ik dat zit te wapperen. Zo is het beter. De parfumvrije variant. En die vind ik heel fijn. Ik heb er ook de nachtcreme van, maar die is niet parfumvrij. En ik dacht, daar wil ik eigenlijk wel weer iets anders voor. Niet dat ik nou per se tegen parfum ben, maar ik had zoiets dat, ja, mwah, daar word ik niet per se heel warm van. Het is gewoon een fijne nachtcreme. Maar de dagcreme ben ik wel heel erg fan van. En toen dacht ik, weet je, ik ga eens een natuurlijk product weer eens proberen. En toen liep ik tegen deze aan. En dit vind ik gewoon een hele basic crème. Maar hij is heel fijn, hij voelt lekker. Mijn huid reageert er totaal niet onrustig op of iets. En als ik akkoord denk, ook, nou, prima huidje zo. Dus ik vind het gewoon een hele fijne crème. Het is verder niet iets heel spectaculairs. Maar het is wel gewoon, als je een onrustige of een huid hebt die snel op dingen reageert. Of je wil gewoon een lekkere voedende crème. Dan kan ik deze zeker aanraden. Hij is zeker niet te vet of zo dat je hem niet overdag zou kunnen gebruiken. Het is meer dat ik voor overdag een andere favoriet heb. Maar ja, ik vind het een hele lekkere crème. Deze van Weleda. En dat was het. Dat zijn al mijn favoriete producten van de afgelopen maand. Mijn hand wappert nog steeds, maar dan een beetje buiten beeld. Ik weet niet wat hij heeft vandaag uit het eigen leven. Ik hoop dat je het weer leuk vond te zien. En ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ja, ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. Hier achter aan het filmpje of hier onderaan in de link. En ja, fijne dag. Doeg. Deze kleur heeft een beetje roze ondertoon en die ga ik gebruiken onder mijn ogen. Die wallen moeten toch een beetje weg. Het is dus niet echt bedoeld als concealer. Maar in de categorie, we moeten werken met een beetje een goedkope. Tenminste, ik had bedacht.